Wordt dit een video? Ja. Oh, dat wist ik nog niet. Ik ben Monica. En ik ben Stemmy. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we oorbellen maken. Dat wist Steffi nog niet. Ik wist wel dat we oorbellen gingen maken. Oh ja, maar niet dat we een video gingen maken. Oh. Let's go. Oké. Okay. Ik heb hier allemaal spullen gepakt die we gaan gebruiken. Steffi heeft dus allemaal haakjes om oorbellen mee te maken. En blijkbaar allemaal gekke dingen. Ik ben vandaag naar de stad toe geweest en toen heb ik ijzerdraad gekocht. Dit is 0,5 mm. En het is best wel buigzaam. Wow, het is echt veel. Sorry. Ja, we kunnen 50 meter aan oorbel maken. Wow. We hebben ook nog van die tangen. Eentje om te knippen, eentje om iets anders mee te doen. En er omheen te buigen. Ik zeg niet dat het mooie kralen zijn, maar het zijn wel kralen. Dus ja, maar je kan er dus... Dat klinkt echt heel goed. We hebben dus Fimo klei. Ik heb Fimo... Oh, yo, dat was wel cool. Oké. Okay. Ik heb daar een keer een ringenvideo mee gemaakt. Dus als je de video nog niet gezien hebt, ga die hier nakijken. Want het was leuk. Ik deed wel in mijn eentje, maar... Zet. Heel veel kleurtjes. En dan hebben we hiervoor dingen om te vormen. Zullen we even inspiratie opzoeken? Ja, goed idee. Oké, okay, hier komt wat inspiratie in beeld. Ik bedoel, wij gaan het nu opzoeken. Maar... Oh, dit is ook cute. Oh, dat is heel cute. Ja. Oké, okay, okay. Moet je even opslaan. Kijk dit. Oh, dit is zo leuk. Oh my god, dit, yeah. Dit gaan we doen. Ja, dankjewel. Hartjes en de... Oh, de letters! Ja, die leuk kijk. Een L. Hier is een J. Oh ja, yeah, daar is... Is het DAP? Yeah. Dat is een L. Happy vibes. Nee. Oh, ik snap het. Oh, aan de bovenkant. Waarom dacht ze zo gingen? Ik dacht dat ook. Hé, oké, ook goed. Ja. Hoe heb je dat zo goed gedaan? Jeetje, wat vind je? Nu kun je zien hoe moeilijk dingen zijn. En zo eromheen draaien. Step. Wow. De eerste oorbel is af. Ja. Oh, shit, ja. Oh, ik heb er niet twee aan gemaakt. Oh. En nu? Nu maak ik van die... Van nee maak ik net. Of na. Na. Hoe kan je nee op een andere manier zeggen dan nee? No. Ja. Oh my god. We hebben van die super leuke hartjes, maar niet meer in de goede kleur. Dus ik ga dit bandje, wat ook van die hartjes is gemaakt, gewoon doorknippen. Jouw eerste oorbel. En mijn eerste paar is af. Het is ja en no geworden. Oh, dat is wel leuk. Daar ben ik even tussendoor. Ik heb laatst een DM gekregen van ene Lidé. Ik weet niet of ik het nou goed uitspreek. Maar ze heeft dus een small business. Stuur me een DM van, hey, vind je het leuk als ik wat voor je opstuur? Dus ik mocht wat uitkiezen. En ik dacht, ik laat het zien in deze video. Want ik bedoel, oorbellen video. Ik heb oorbellen uitgekozen. Er zijn nog meer dingen daar in de shop. Ook scrunchies en andere zelfgemaakte en genaaide dingen. Ik bedoel, als ik zelf ook een small business had, dan zou ik het zo leuk vinden als mensen dit soort dingen gingen promoten. Ik bedoel, dat is toch super leuk. Oh, wauw. Ik heb ze eventjes bij de spiegel ingedaan. Oh, dit is heel leuk. Het is ook echt de perfecte kleur die bij deze broek past. En op het briefje had ze geschreven, hey Monica, heel veel plezier met de oorbellen. Groetjes, Lien. En de website waarop je haar kan vinden is Etsy. En dan moet je ook eventjes zoeken Lidé Atelier. Wow, Lidé Atelier. Wow, dat klinkt echt lekker. Oké. Oorbellen laten zien. Ja, oké. Ik heb... Huh? Ik krijg het niet kapot. Het is hier een beetje een troepje met kralen, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is een georganiseerde bende. Ja, ja. En Nono. En ik heb... Nana en Lala. Ik heb één oorbel gemaakt. Een bloemetje. Yay. Dus ik ga iets met het zeethema doen. Het is een soort zee, weet je wel. Dan heb je het blauwe en dan wordt het steeds lichter. Met het zijn de koppen van de golven. Nu is het zo groot, dan weer klein en dan weer groot. En nu is het... Ja, ja, je hebt gelijk. Gewoon letterlijk zo omdraaien. Ik heb letterlijk in 2 seconden deze hele ding omgedraaid. Huh? Dingetje er doorheen. Als je dit doet en dan draai je deze.
Dan draait hij natuurlijk ook, toch? Oh, ja. Ik ben helemaal excited. Intussen staat de Be Brave muziek aan. En heb ik mijn derde paar setje af. Hij is niet thuis. Ik zat te denken, misschien moet ik gewoon mijn eigen foto's van dingen die ik maak op Pinterest gaan zetten. Dat kan dus. Ik wist niet dat het kon, maar tuurlijk kan het, want zo werkt dat. Oké. Okay. Het plan voor nu is dat we gaan eten. Ik heb zin in eten. We gaan patat halen. We zijn terug. En ik heb een vlieg ingeademd. En een troepje. Dus dat gaan we even opruimen. En dan gaan we kleiden. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Het is zo lang geleden dat ik gekleid heb. Oh, ja. Echt heel lang geleden. Ja. Ik heb laatst nog gekleid. Dus ja. We hebben natuurlijk wat inspiratie voor de kleioorbellen. Let's go. We hebben Fimo klei. En deze Fimo klei, dat hebben we echt in allerlei kleurtjes. Maar je kan natuurlijk heel veel kleuren mengen. Ik heb tot nu toe alles met hartjes. Behalve de water. Behalve de water. Zeg de water. Ik heb een mesje. Hey, dit is al zacht. Klopt, dat heb ik al zacht gemaakt. Dankjewel, Monica. Alsjeblieft, Sally. Goed, dat ik ook gewoon allebei de hele naam. Ik denk, ja, kom, Monica. Echt ballonnen. Oeh, 3. Zo, jij kan tellen. En nu pak ik wat van deze roze rood. En dan Ja. En dan hak ik wat van het wit af. Ik ga gewoon deze twee mengen. Dat rond ik nu 1 keer uit. En dan ga ik daar gewoon een hartje uit snijden. Of eigenlijk 2, want het worden natuurlijk 2 oorbellen. Oeh, deze kant is echt mooi. Ik heb zo'n blauw lapje uitgerold, een beetje wit met blauw gemengd. Nu maak ik zo een bolletje. Dan maak ik daar een vorm van een wolkje in en dan leg ik die erop. Dan rollen we dit helemaal uit. Steffi, oh, gaat nu naar huis. Ja. De wolken zijn mooi, de lucht is mooi. Ik ga je gewoon een stukje mee wandelen, want soms ondergaan wandelen. Ja. De hangertjes zijn in de ogen geweest, dus ze zijn nu even aan het uitharden. Ik moet een beetje opschieten, want ik heb zo meteen Steffi's feestje. Natuurlijk heeft ze haar eigen oorbel gemaakt, dat is deze, de haakjes. En deze ringetjes, die moet je dan even openbuigen. En dan ga ik maar zo door het gaatje van de klei heen halen. Voordat ik hem dichtbuig, haal ik dit haakje er doorheen. En dan buig ik hem helemaal dicht. Oorbel. En dat even een paar keer herhalen. Wolkjes, super cool. Tot slot deze groene. Dan ga ik hem even inpakken. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. Ik vond het in ieder geval heel leuk om al deze oorbellen te maken. En om die oorbellen te krijgen van die day. Er is even een soort radiostilte geweest bij mij. Ik ben altijd al actief geweest in mijn Insta-story. Maar op YouTube heb ik al maanden niet meer geplaatst. Maar dat kwam omdat ik op vakantie was en school afronde allemaal. Ik heb trouwens niet alle oorbellen af kunnen maken. Want ik heb niet genoeg van die haakjes en van die ringetjes. Steffi is gewoon naar huis met die dingen gaan. Ik denk eigenlijk dat ik ze gewoon ga bestellen bij bol.com zometeen. Want ik wil ze eigenlijk al afmaken. Of ik ga naar de stad. Ik weet het niet. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik vind het ook echt super leuk om jullie posts en stories en zo te zien op Instagram. Van als jullie iets hebben gemaakt geïnspireerd door mijn video. Doe dat zeker. Het is echt leuk. Inmiddels ben ik ook actiever aan het gaan zijn, dat is niet Nederlands, maar op TikTok. Want ik ben nu 2 TikToks tegelijkertijd aan het maken. En als het goed is komen die dan morgen of overmorgen of zoiets op. Let me know als je daarvoor nog ideeën hebt. Ik bedoel, ik heb zelf echt al een hele waslijst. Want ik heb overal een hele waslijst voor. De vakantie is bijna voorbij. Ik huil daarover. Ik heb nog zoveel te doen. Maar oh, er komen echt leuke video's aan. Oh, mijn notities staan vol leuke ideeën. En dat zijn dan best wel kleine dingetjes, gewoon makkelijk om te doen. Maar het zijn ook echt dingen waarvan je denkt, daar heb je eigenlijk een heel team voor nodig. En het is grote productie.
Wat mij nu natuurlijk niet gaat lukken. En zeker niet als school eraan komt. Ja, dus daar verhuil ik eventjes. Maar ja, hè, check me dus op Insta, Spotify, YouTube en TikTok. Abonneer op mijn kanaal. Like deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Oh, kom met iets als je iets denkt. Tot de volgende keer. Ja.